Hier aan Café De Notenboom zou normaal gezien op 22 september de koers van de Ekerse septemberfeesten moeten starten. Een jarenlange traditie waar nu een einde aan komt. De overlast die het kleinschalige evenement met zich meebrengt is te groot. Wij hebben eigenlijk een nogal zwaar advies binnengekregen van de verkeerspolitie. Waarbij dus eigenlijk werd opgelegd dat het parcours van een kleine 5 kilometer doorheen gans Ekeren volledig autovrij moet worden gemaakt en eigenlijk ook een volledig parkeerverbod voor gans dat parcours. En dat is toch eigenlijk een maatregel die dan gedurende een ganse dag eigenlijk Ekeren volledig onbereikbaar maakt en ook naar heel wat mensen toch een zekere vorm van overlast bezorgt. Die eigenlijk toch niet echt in verhouding staat tot het evenement zelf. Ik vind het echt betreurend, want het is een koers die al 50 jaar bestaat. En de argumenten die worden aangegeven, vind ik in feite beneden elk pijl. Je hoeft Ekeren niet volledig af te sluiten. Het is altijd zo gegaan. Als we naar de andere koersen kijken, heel grote koersen, uiteraard moet er politie zijn. En als er binnen politie zo hard besnoeid is dat de jongens de kans niet meer krijgen voor zo'n evenement te doen, dan moeten ze heel dringend gaan bijsturen. De lokale oppositie vermoedt dat dit jaar niet alle dossiers tijdig in orde zijn geraakt, zodat het in tegenstelling tot de vorige jaren onmogelijk was voor de politie om zich op zo'n korte termijn te kunnen organiseren. Het is allemaal volgens alle voorschriften en regels verlopen, dus dat men dan zegt van ja, dat is allemaal een beetje een soort van paniekvoetbal. Zeg het, dat zijn indianenverhalen waar ik met klem wil ontkennen dat het zo gelopen is. Paling sluit niet uit dat de koers volgend jaar terugkeert. Nee, dat is een woning daarachter. Ik heb een heel goede...